Hallo, ik ga je wat uitleggen over het maken van notities in Evernote voor Windows. Een nieuwe notitie maken in Evernote voor Windows doe je het makkelijkste door Evernote te openen en hier in de knoppenbalk te kiezen voor nieuwe notitie. Notitie wordt geopend. In de titel tik ik in wat mijn titel moet zijn. In de body van het bericht typ ik het bericht zelf in. Rechtsonderin zie ik direct dat het bericht wordt opgeslagen. Ik klik op het rode kruisje. Bericht 1 is opgeslagen. Heb ik Evernote openstaan, dan kan ik ook nog de sneltoetscombinatie Ctrl-N gebruiken. In de Mac-versie is dat Command-N. Ik typ mijn notitietitel weer in. In de body van het bericht typ ik in wat het bericht inhoudt. Bericht wordt hier rechts onderin, zoals je ziet, al direct opgeslagen. Klik op het rode kruisje. En dat is bericht 2. Zoals je ziet, hè, in Word zou je hem bijvoorbeeld nog moeten opslaan door middel van Ctrl-S of opslaan als. Dat is in Evernote niet nodig. Nog mooier binnen Evernote voor Windows is, heb je Evernote nou niet openstaan, dan heb je hieronder in de taakbalk, zie je dat Evernote op de achtergrond gewoon meedraait. Wat je dan kunt krijgen is, ik heb mijn bureaublad gewoon openstaan, ik wil Evernote gebruiken. En nu gebruik ik dus de sneltoetscombinatie Ctrl-Alt-N. Nieuwe notitie wordt geopend. Ik tik mijn notitietitel in. De body van het bericht tik ik in. En ik kan hier nog even aangeven waar ik wil dat hij dat bericht opslaat. Dat gaat altijd naar je standaard notitieboek toe. En vervolgens klik ik hier op opslaan. Zou ik nu Evernote alsnog opstarten, door hier van open Evernote, dan zie je dat hier nummer 3 erbij is gekomen. Ik hoop dat je wat aan deze notitie aanmaak tips hebt gehad. Laat het me weten. Volg de website. Ik ben benieuwd naar je reactie. Succes!